Dat ik het echt oprecht leuk vind dat we weer zijn begonnen met Bramland. We zijn hier in Vledderveen en hier zijn de trainingsdagen van de Sid Meier races. En een Sid Meier is een grasmaaier waar je op kan zitten, denk ik. Het is gewoon een grasmaaier. Nou, er is eigenlijk weinig meer van een grasmaaier over. Het is allemaal eigen bouwmachines. Dit is motorblok, een CBS 600, heeft 110 pk. De Sid Meier weegt 320 kilo. Dus nou, je rekent maar uit. Hoe hard gaat hij? Over de 100. Kijk. Denk ook goed om elkaar. En ik hoop geen ongeluk, maar daar gaan we gewoon vanuit. Wie is de beste rijder van jullie? Wie? Jij! Wat moet je als een Sid Meier racer echt kunnen om deze sport goed te kunnen beoefenen? Ja, gas geven. Wat dramatisch is dit, zeg! Wat is er allemaal misgegaan? Geen idee. Hij hield er zomaar mee op. Dan wens ik jou heel veel sterkte. Ja, dat komt wel goed, bedankt. Ja. Een van de vele uitvallers vandaag bij deze Grand Prix hier in Vledderveen. Zeer teleurstellend dat deze Nederlander helaas de baan moet verlaten. Ja. Moet je nog even rijden? Graag. Ja? Ja. Ja. Is het nou een man of een vrouwensport? Lijkt wel een beetje op een mannensport. Vind je goed? Redelijk. Goed zo. Hij zit in de eerste versnelling. Geert het niet zo heel beroemd, Matthijs? Jij als neutrale kijker van afstand. Zij daar vond het niet zo goed. Wie vond het niet zo goed? Een zooitje. Maar het is de allereerste keer dat ik race. Ja, ik heb ook wel een keer gereden, maar toen ging ik wel iets harder. Een beetje schakel. Ja, je stond in de eerste versnelling, dat hadden ze je niet verteld. Ja, je zat alleen in de eerste versnelling dus. Dit was gênant, dat zegt u eigenlijk, ja, hè? Ja, voor de eerste keer vind ik het wel knap, hoor. Ja.